De politie komt naar je toe. Al 7 jaar rijdt het Mobiel Media Lab door Nederland om burger en politie beter met elkaar in contact te brengen. Op 19 april stond de truck op uitnodiging van de wijkagenten aan de trambaan in Nieuweniedorp. Ja, het is gewoon even een inkijkje in de politie. We doen een enquête voor het gebruik van Snapchat bij de politie. En daarnaast ben ik aanwezig als wijkagent voor de mensen om gewoon de wijkagent te spreken. Gewoon in een open setting. We hebben dus die truc bedacht om samen met mensen onze producten te verbeteren. Maar eigenlijk is het van een testbus verworden tot een communicatieverbindingsbus tussen de politie en de maatschappij. Omdat we allerlei projecten op dit moment de afgelopen jaren draaien om met burgers samen te werken. Nou, we staan in ieder geval ook voor het thema ondermijning. Het gaat dan om de ondermijnende criminaliteit. En dat is even kort gezegd de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld. En wij ontvangen graag signalen van de burgers die denken van hé, hier klopt iets niet. Dan zijn de burgers eigenlijk de ogen en oren ook van de politie. Ja, absoluut. En daar maken we graag gebruik van die ogen en oren. Want ja, mensen, het valt veel sneller iets op als er bij hun in de buurt in ene iets anders is. Hè, terwijl dat voor ons dan niet zo snel opvalt, omdat wij niet de hele tijd daar in die wijk aanwezig zijn. Is dat een moderne manier van het politiewerk vormgeven? Nou, het is wel een innovatieve wijze voor de politie. Ja. Want we hebben jarenlang gedacht van we lossen het zelf wel op, elke zaak. Maar eigenlijk moeten we mee met de tijd en we moeten veel sneller zijn, sneller communiceren naar de wijk. Wat is er aan de hand in deze zaak? En heeft u iets gezien en kunnen we het samen oplossen? Dus in heel veel gevallen kan dat gewoon ook. Er zijn steeds minder politiebureaus open en dat maakt de taak van de wijkagent een stuk lastiger, vertelt Natasja Zandbergen, wijkagent in Niedorp. We werken natuurlijk hier in Niedorp. Ja, we zitten natuurlijk vaak, zijn we onderweg in de auto en we bezoeken onze adressen. Maar we werken vanuit Wieringerwerf. Ja, dat is niet even dat je even langskomt om even een praatje te maken. Dus nou, dit is een uitermate goede gelegenheid om even bij ons langs te komen en een praatje te maken. Dat is natuurlijk wel belangrijk voor een agent. Ja, absoluut, absoluut. Ik doe het niet alleen niet door. Dat doe ik nu samen met mijn collega Bas Dirkmaat. Die zit hier wel wat langer. En die is heel erg druk op de social media. Dus dat is ook wel weer een kanaal waarop we extra contact zoeken met de burger. Ja. Is de social media dan een volwaardig alternatief voor het oude politiewerk? Nee, ik denk dat het vooral een hele waardevolle aanvulling is. Maar uiteindelijk ligt het werk op straat, zoals we dat zeggen. En dat zal social media zal dat niet kunnen vervangen. Het is een stuk lastiger om met de politie te communiceren. En daarom vertelt Zandbergen nog maar eens waar de burger terecht kan. Nou ja, de eerste is telefonisch via 0900 8844 en dan kan je een terugbelverzoek maken voor de wijkagent. Natuurlijk op www.politie.nl en dan kijk je naar mijn buurt en daar zie je vanzelf de wijkagent en dan kan je een contactformulier invullen. En verder zitten we vanuit het basisteam Heerdegewaard op Facebook, op Instagram en als wijkagent hebben we vaak ook een Facebook of Instagram of Twitter account. Mijn collega die is erg actief met Instagram en Twitter, dus daar kun je ook terecht.